Een soort van, denk ik. Nou, ik ga ervan uit dat het voldoende moet zijn. Hey meiden, wat we vandaag op het programma hebben staan, is een workout. Die ga ik eerst even uitleggen. En dat is een Fight Gone Bad workout-stijl. En wat houdt dat in, Fight Gone Bad? Er zit wel een leuk verhaaltje achter. Er is ooit een profboxer geweest en die is bij een CrossFit gym gekomen. En die zegt van, joh, ik wil trainen specifiek voor mijn wedstrijden. En bokswedstrijden is altijd een aantal minuten lang vechten. Dan heb je even kort rust en dat doen ze een aantal rondes. En een CrossFit coach die is met deze workout begonnen om te zeggen van, nou, we gaan 5 minuten lang vlammen. 1 minuut ingebouwde rust. Maar dan is de bedoeling dat je tijdens de workout zelf geen rust neemt. Want die zit al ingepland. Nou, dat is precies wat we vandaag gaan doen. Dus de workout die is als volgt. We gaan straks 5 sets doen voor max reps. Dus je bent steeds een minuut lang bezig. En daarna krijg je de andere oefening ook weer een minuut lang bezig. En elke minuut probeer je zoveel mogelijk herhalingen te maken. Eerste movement die erin zit is air squats. Nou, die kennen we. Chester die gaat zo meteen demo. Dat gaan we een minuutje lang doen. De volgende minuut gaan we direct door in Russian swings. Met een kettlebell, met een dumbbell, met een tas of whatever je hebt. Ik zie dat daar Dominique in ieder geval een dumbbell heeft liggen. Rosine, heb jij ook iets van een gewicht of iets om mee te spelen? Ik zie een duimpje, dus dat is goed. En we hebben Stephanie ook nog. Stephanie, goedemorgen. Kijk aan, we hebben contact. Stephanie, heb jij ook iets om mee te sporten en gewicht? Ja, ook een duimpje. Nou, dat maakt me hartstikke gelukkig. Dus we hebben zometeen eerst een minuut air squat, dan een minuut Russian swings, oftewel een kettlebell swing eigenlijk tot ooghoogte. Daarna gaan we door met double unders, dus touwtjes springen. Mocht je geen touwtje hebben, worden dat zometeen jumping jacks. En daarna hebben we 1 minuut lang double squat thrusters. En wat betekent dat dan? Een thruster is nog niet erg genoeg, dus wat gaan we doen? We gaan zometeen een front squat maken met het gewicht of een goblet squat. En dan daarna een thruster. Dus eigenlijk 2 bewegingen in 1. Dus heb je die front squat gemaakt en nog een thruster, is dat 1 herhaling. Nou, dan ben je dus zometeen 5 minuten bezig. Daarna heb je 1 minuut rust en dat gaan we 5 sets in totaal doen. Dus zweten gaan we vandaag zeker. Zijn we er klaar voor of niet? Ja? Oké, dan hartstikke goed. De warming-up zometeen. Gaan we 3 setjes doen op rustig tempo bewegen. En Chester gaat laten zien zometeen wat de oefening zijn. En de eerste die we gaan doen zometeen is 30 side hops. Waarbij je eigenlijk zijwaarts aan het springen bent over een lijntje of iets van een object dat je in huis hebt liggen. 30 stuks. Dus 1, 2, elke kant telt als eentje. Daarna hebben we 10 bent over rows. Dus wat doe je dan? Je gaat met je voeten heupbreed staan. En terwijl je heup breed staat, ga je naar voren buigen, terwijl je rug recht blijft. Schouderbladen die blijven netjes naar achteren. En dan trek je het gewicht naar je borst toe, richting je navel, in een rechte lijn en weer terug naar beneden. Ja, dat is de oefening daarbij. Dus dat zijn 10 herhalingen. Daarna hebben we 10 squats. Hakken die staan op schouderbreedte, tenen lichtjes naar buiten, borst blijft rechtop, buikspieren aangespannen. En dan komen we weer overeind. Dus heupvouw onder de bovenkant van de knieën en weer volledig strekken bovenin. Dan gaan we door naar 5 herhalingen van push-up to down dog. Oftewel een push-up waarbij je je lichaam in een plank houdt. Borst raakt de grond, dan duw je je uit. Heupen gaan richting plafond. Je strekt hem uit zodat je spanning op je hamstrings hebt. En dan beweeg je weer terug. Ja, je 3 tellen vast ongeveer. En dan ga je weer verder. Mocht je dat niet trekken met die push-up, dan doe je dat eventueel vanaf de knieën. Ga je daarna wel op je tenen steunen. Heupen omhoog en weer terug naar beneden. Dat zijn de oefeningen die we dadelijk doen. 3 setjes, rustig tempo. We wachten gewoon even op elkaar. Hoeft niet snel te gaan, maar in ieder geval even lekker warmen. Ja? Oké dan, zet hem op. Ga aan de gang. Chester gaat lekker meedoen. Yes, side hops. Pas op dat je matje niet verschuift zo meteen. Dat geeft van die lelijke ongelukken. Kijk hem op de maat van de muziek. Hartstikke goed. Oké, bent over rows. En let erop dat je je kin eigenlijk richting je borst houdt. Dus niet te veel omhoog gaan kijken, maar nek neutraal. Spanning op de hamstrings en dan in een rechte lijn het gewicht omhoog trekken. Heel goed. Ik zie FP Huiberts is erbij gekomen. Wel leuk dat ik allemaal eventjes jullie woonkamer in kan kijken. Althans, Stephanie, ik denk niet dat dat jouw woonkamer is, maar het is wel een mooie ruimte waar je staat. Verbannen naar de schuur. Nou ja. Ja, ja. Oh, mooi. Kinderen voor de iPad. Die truc gebruik ik ook wel eens. Hartstikke goed.
Yes, 10 air squats. Gewicht op het midden van je voet. Dan kan naar beneden zakken en weer volledig. Morgen! Topper! Felix, goedemorgen Felix. Top dat je erbij bent. Yes, en push up to down dog. Netjes. Geldt voor jou ook, hè, Chess, als we zometeen moeten scalen, dan kan dat gewoon, hè? Ja, zeker. Ja, oké. Yes, en daarna weer verder met de side hops. Yes, voor die bent over row super belangrijk. Schouderbladen naar achteren, niet te veel je nek intrekken, maar lekker laag houden en naar achteren. Kunnen bovenrug en de achterkant van de schouders goed mee opwarmen. Tweede set zitten we toch, Chef? Of laatste alweer? Ik doe mijn tweede. Tweede set. Yes. Ik heb een hele rebellie, zo'n softsteak, ik denk nooit zo. Oké. Altijd smeren. Dat is echt wel zin. Kickstart your day, lekker. Ik vind het wel lekker hoor, ochtends. Heb je het alvast Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, dan. Wat zeg je? Van alles met één. Ja. Wissel je hem dan van arm zo meteen met die thruster, zeg maar? Of hou je hem al uit goblet positie? Hartstikke goed. Ja, nou, prima. Ik denk dat de meeste mensen één dumbbell hebben, dus dat ja, is prima. Dan gaan we dat doen. Zo dan, zijn we allemaal een klein beetje warm geworden? Ja? Oké dan, hartstikke goed. Hey, ik wacht eventjes op Rosine ook weer terug is in beeld. Die denk ik zware gewichten bij aanpakken.
Felix, had jij al meegekregen wat een workout was? More or less. Oké, wat we gaan doen is een workout in Fight Gone Bad style. Dat houdt in zometeen dat we meerdere rondes gaan maken van steeds 1 minuut per stationnetje, per oefening. En dan doe je maximaal aantal herhalingen. Dus zoals je nu ziet staan, 1 minuut lang gaan we max air squats doen. Volgende minuut gaan we direct door in de volgende oefening, totdat we alle oefeningen gehad hebben. Heb je 1 minuutje rust tussendoor en dat doen we 5 keer in totaal. Dus je kan zo hard gaan als je zelf wil. Dus ongeacht je fitnesslevel, een goede trainingsprikkel gaan we zeker krijgen vandaag. Ja? Goed, we gaan de movements demoen. Oftewel Chester die gaat laten zien wat de bewegingen zijn zometeen. Air squats hebben we eigenlijk al even behandeld. Hè? Net in de warming-up zat die ook. Wat ik belangrijk vind bij die air squat in ieder geval is dat je constant tijdens de beweging je core aangespannen houdt. Dus met andere woorden, niet loslaten in de bodem. We houden spanning. Heupen gaan naar achter en naar beneden. Totdat we onder parallel zijn en dan komen we weer overuit. Doe Chester even 3 herhalingen van een nette air squat waarbij de borst netjes rechtop blijft. Voeten blijven volledig aan de grond en dat is je air squat zoals je die gewend bent. Ik heb liever dat die netjes gebeurt dan dat we heel snel gaan, maar dat het een soort van halve bootcamp squatjes gaan worden. Ja? De volgende oefening die we hebben zometeen is de Russian swing. En we hebben hier een dumbbell liggen. Als je een kettlebell hebt kan dat ook. De dumbbell die kun je vasthouden goed bij de kop. Zorg in ieder geval dat je hem niet laat glippen. En vanuit de heupen gaan we hem opzwaaien met gestrekte armen tot hij ongeveer ooghoogte is. Let erop dat je niet te veel naar voren gaat buigen, maar dat je spanning houdt op die hamstrings en heupen. Want vanuit daar komt de beweging. Rug blijft recht, billen en benen doen het werk. Ja, dat is goed hoor, Chess. Vervolgens gaan we door met double unders. Heb jij een springtouwtje, ben je bekwaam met die oefening, dan kun je zo meteen double unders gaan maken. Belangrijk daarbij is dat je zoveel mogelijk gaat proberen te springen vanuit de ontspanning. Armen zijn ontspannen, je springt vanuit de tenen en terwijl je springt, 1 keer, gaat het touwtje 2 keer onder je voeten door. Heb je daar nog moeite mee, kun je er eventueel single unders van maken, dus enkel touwtje springen. Zit je er een beetje tussenin, kan je ze wel, maar nog niet helemaal bekwaam daarin, dan zou je ze ook kunnen afwisselen. Dus dat je zegt, ik doe 1 single, 1 double of 2 singles, 1 double en dan tel je gewoon elke keer dat je springt. Dus het gaat niet zozeer om de scoren, maar wel om het oefenen. Heb je geen touwtje thuis of wil je liever niet touwtje springen thuis, zou je eventueel ook jumping jacks kunnen gaan doen. Oftewel sterretje potlood, hartslag die gaat omhoog. Ja, mooie term is dat, hè? Sterretje potlood. Dus dat is eventueel ook een vervanging voor die double unders. Ja. Daarna hebben we de double squat thrusters en die gaan we ook laten zien. Ervan uitgaande dat we 1 gewicht hebben, houden we die vast in een goblet positie aan de voorkant. Maken we een front squat mee, op deze manier inderdaad. Front squat, komen we overeind. Gaan we nog een squat maken en die gaat direct door in een thruster. Dus we doen eventjes een aantal herhalingen achter elkaar. Front squat plus thruster, waarbij we hem uitduwen boven het hoofd. Dat is 1 herhaling. Dus squat plus thruster is 1 herhaling zometeen. Ja? De volgende oefening, dat is de favoriet van de meeste, denk ik. Dat is 1 minuut rusten. Die zit er elke keer tussendoor. En 5 sets in totaal gaan we daarvan doen. Voor wat betreft scoring, kun je doortellen, dan is dat natuurlijk mooi. Ik ben iemand, ik vergeet op een gegeven moment hoeveel air squats ik heb gemaakt. Dus ik tel dat als 1 grote set door. Dus ik ga vanuit 30 air squats, tel ik gewoon door naar 31 Russian swings, totdat ik uiteindelijk een aantal herhalingen heb. En in mijn rust schrijf ik die even op. Vind je de score niet belangrijk? Ook geen probleem, want het gaat er gewoon om dat we lekker gaan bewegen voor 5 rondes. Ja. Oké, dan. Wat ik jullie wil vragen is, mocht je een touwtje hebben, pak die erbij. Zorg ervoor dat je je gewichten klaar hebt liggen en dat je in ieder geval veilige ruimte hebt om te werken. Dat je nergens over gaat struikelen zometeen. Kinderen inderdaad voor de iPad, zorg dat die opgeladen is. En dan gaan we zometeen aan de gang als iedereen er klaar voor is. Ja. Ja, helemaal goed. Even kijken tot iedereen weer in beeld is. Als ik nu op de play-knop druk, dan gaat de tijd lopen, hè, Jess? Hartstikke goed. Oké, dan. Goed, ik ga even wachten tot ik alle duimpjes van iedereen heb. Tot we allemaal klaar zijn. Als je je duimpje kan laten zien in beeld, dan weet ik dat we er klaar voor zijn. We wachten nog. Ja, ik zie nog een duimpje. Hartstikke goed, mensen. Hij telt niet af, hè? Eerst met 10 seconden chest. Oké, dan. Als iedereen er klaar voor is, gaan we beginnen met de eerste oefening, namelijk de air squat. En dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. En daar gaan we. 1 minuut lang air squats. Op gewicht op je hak, op het midden van je voet. Heupen naar achteren en naar beneden. We proberen de borst zoveel mogelijk overeind te houden.
Dus rechtop staan. Met die core aangespannen. En netjes squatten. In 30 seconden zijn we onderweg. Zometeen als je nog 10 of 5 seconden over hebt, dan ga je alvast door naar je dumbbell. 10 seconden, gaan we door naar de volgende oefening. En nog 5, 4, 3, 2, 1. En daar gaan we. Russian swings, oftewel de kettlebell swing tot ongeveer ooghoogte. Buikspieren blijven aangespannen. We bewegen vanuit die heupen. Armen zijn ontspannen. Twintig seconden onderweg. Vijftien seconden. Gaan we naar de double unders. Single unders of jumping jacks. Yes, 5 seconden. En 3, 2, 1. En daar gaan we. Kijk, jumping jacks, double unders. Zien ze allebei voorbij komen. Oké, lekker rustig bewegen. Probeer bij deze oefening je ademhaling zoveel mogelijk onder controle te houden. Dit is eigenlijk je rustmoment in de workout. Een relatieve rust uiteraard. Een half minuutje doen we dat nog en dan gaan we naar de double squat thrusters. En 20 seconden nog. En 10 seconden. En nog 5. En 3, 2, 1. En dan gaan we naar de double squat thrusters. Dus we maken een front squat. En bij de volgende front squat duw je hem uit boven je hoofd. En je steekt je armen door het raam. Ja, inderdaad, Rosine, je kan hem beter bij twee hoofden vasthouden. Dat is makkelijker. Juist, goed zo. Ja, ook Stephanie, je kan het beste vasthouden op deze manier, aan twee hoofden. Ja. Juist. Woe! Ging net goed. Yes. 20 seconden nog. Ziet er netjes uit. Chester hier is aan het hijgen als een zeehond ondertussen. Dus hij doet zijn werk. Oké, nog 5 seconden. En 3, 2, 1. En rust. Minuutje rust. Dat was set 1 die we gedaan hebben. Gaan we in totaal 5 rondes van doen. Wat je nu zou kunnen doen in dat minuutje rust, is je score opschrijven hoeveel herhaling je in totaal had. Weet je het per oefening is dat natuurlijk helemaal mooi. Weet je dat niet, geeft het ook absoluut niks. Dit is gewoon een workout. 340 squats in totaal. Wat een ellende. Ja, dit is gedaan. Trust, front squat, of effort in de... Lekker. Fit zullen we blijven. Durf bijna niet te zeggen, maar 15 seconden en dan mogen we alweer. Oftewel, we zijn lang aan het werk en de rust is kort. 5 seconden. En 3, 2, 1 en air squats. En uiteraard proberen we steady te zijn door al die verschillende sets en rondes heen. Natuurlijk zal er wat verval in zitten, maar we proberen elke keer onze eerste effort te evenaren.
En 20 seconden. Gaan we alweer door naar de volgende oefening. Tien seconden nog. En 3, 2, 1. Gaan we naar de Russian Swings. En ook hierbij geldt weer, probeer die schouderbladen naar achteren te houden, oftewel actieve schouders. De armen zelf zijn verder ontspannen en de beweging komt vanuit de heupen. Explosieve heupopening en we zwaaien het gewicht op met gestrekte armen. Halve minuut, gaan we weer door naar de volgende oefening. En nog 10 seconden gaan we weer naar de double unders of jumping jacks. En 3, 2, 1 en daar gaan we. Springtouwtje of jumping jacks. Tien seconden nog. Gaan we naar de double squat thrusters. En 5. En 3. 2. 1. En daar gaan we. Gewicht weer bij de hand. Borst rechtop bij die squat. Gevolgd door een thruster waarbij explosief afzet vanuit die heupen. En de armen doen het laatste stukje. Heel goed. Yes, en probeer de hele minuut vol te maken, want daarna hebben we rust. Nog 10 seconden, elke rep telt. Yes, en rust. Een minuutje rust. Proberen we de ademhaling weer onder controle te krijgen. 2 sets gehad, nog 3 te gaan. Je moet me even helpen herinneren. Ah, met de cleans en de handstand push-ups, of niet? Nee, die thruster. Oh ja, 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 klopt ja. Ja, die voel ik nu nog wel, ja. Overhead squats en thrusters, ja. Wat had je op die overhead squat? Ja, ik had die overhead squat zo lang dat ik die 10 minuten. Ja. Lekker. Oké dan. Nog 10 seconden gaan we weer aan de gang met de air squats. We hebben net squats gehad en we gaan zo meteen weer beginnen met squats. En 3, 2, 1 en dan gaan we weer. Steady tempo op de air squats. Yes, gewicht op de hakken en we gaan zo diep. Als dat onze mobiliteit toelaat. Met andere woorden, we proberen de rug recht te houden. Buikspieren blijven aangespannen. En dan proberen we met de heupvouw onder de bovenkant van de knieën te komen. Voor die volledige range of motion. En zolang we onze buikspieren kunnen blijven aanspannen. En 30 seconden nog.
Over 10 seconden gaan we naar de Russian Swings. En 3, 2, 1. En daar gaan we. Kettlebell of dumbbell. Of wat voor object je ook hebt thuis waar je mee kan sporten. En 30 seconden nog. En 15 seconden. En nog 5. En 3, 2. 1. Gaan we naar het touwtje springen, double unders of jumping jacks. En 30 seconden. En nog 10 seconden. En nog 3, 2, 1, en dan gaan we naar de double squat thrusters. Een half minuutje nog. Maak hem vol. Nog 10 seconden. Maak hem vol. En nog 5. En 3, 2, 1. En tijd. En een minuutje rust weer. 3 sets gehad, nog 2 te gaan. Lekker? Ja, valt tegen. Ja, valt tegen, hè? Ja, natuurlijk. Alles met een M-rap. Of zoveel mogelijk herhalingen, dat valt tegen. Zeker weten. Dus toen je mij gisteren vroeg, wil je hem lesgeven of meedoen? Ja. Heb ik de goede keuze gemaakt, denk ik. En 10 seconden nog, mogen we alweer. 5 seconden. En 3, 2, 1. En dan gaan we weer met de air squats. En zorg ervoor dat die vorm netjes blijft. Vermoeidheid begint er natuurlijk wel in te komen. Maar we blijven netjes bewegen. Ja, dus blijf bewegen, Chess. Nog
10 seconden. Gaan we door naar de Russian Swings. En nog 5. En 3. 2. 1. En wissel. En een halve minuut nog. En 15 seconden. En nog 5 seconden. En 3, 2... 1. Jumping jacks of double unders. Twintig seconden nog. En nog 10 seconden. En nog 5. En 3, 2, 1. En dan gaan we weer naar de double squat thrusters. Half minuut nog, hebben we weer rust. En nog 15 seconden. En 5 seconden. En 3, 2, 1... Rust, minuutje rust. En dan gaan we daarna de allerlaatste set alweer in. Set nummer 5. Ja? Voelt anders? Oh jee. Half minuutje. Vijf seconden. En 3, 2, 1. Gaan we weer aan de air squats. Dus hou je borst op chest, zoveel mogelijk rechtop blijven. Dertig seconden. Nog 15 seconden te gaan.
En nog 5 seconden. En 3, 2, 1. En Russian swings. Gaan we weer. Lekker bewegen vanuit die heupen. Yes, en we proberen ook hier bij de borst toch recht op te houden. We buigen naar voren vanuit de heupen. Spanning op de hamstrings. Door het aanspannen van die billen gooien we de kettlebell of de dumbbell omhoog. Half minuut. Vijftien seconden. En 10 seconden. En 5, 3, 2, 1. Gaan we weer naar de double unders of jumping jacks. Half minuut. Twintig seconden. Tien seconden. En nog 5. En 3, 2, 1. En dan gaan we naar de laatste ronde, double squat thrusters. Laatste minuut van de workout. Half minuut nog. Lekker blijven bewegen. Twintig seconden. En nog 5 seconden. En 3, 2, 1. En time. That's it. Oké dan. Kom even rustig op adem. Mocht je je score hebben bijgehouden, kun je die uiteraard uitrekenen nu. Waarbij je alle herhalingen bij elkaar optelt. En dat is dan uiteindelijk je totale score. Wellicht kun je zien of er in de rondes nog verval is geweest. Of hoe dat is gegaan. Dat je misschien redelijk consistent er doorheen bent gegaan. Sorry? Ja, het is goed. Ja, oké. Oh, dit is nu net ja, gestuurd. Ja, dat zien we van tevoren al, maar ik zag het niet. Oké, dat zien we nu pas. Nou, zien we zien, ja, nu pas je bericht, helaas. Maar het is goed gegaan, zo te zien. Oké. Doei, Stef. Oké, dan mensen, onwijs bedankt voor de inzet. Doei, Stef. Lekker gewerkt. Allemaal goed gedaan en zo zie je maar dat je met redelijk beperkte middelen toch nog een behoorlijke workout eruit kan knallen. Want zo te zien aan jullie heeft die echt wel zijn effect gehad. En zo geldt het eigenlijk voor alle thuisworkouts die we doen. Het liefst zouden we natuurlijk allemaal hier in de box staan. Maar voor wat we nu kunnen, hoop ik in ieder geval dat we het maximale eruit gehaald hebben. Ik vond het in ieder geval leuk om te doen. Ook voor de mensen die hem zometeen thuis nog gaan doen, die hem op het YouTube kanaal zien. Dan gaan we jullie er lekker doorheen werken. Wat we nog gaan doen is een klein stukje mobility en cooling down voor de mensen die hem nu gedaan hebben. En de eerste oefening die we gaan doen zo meteen is dat we onze hamstring gaan stretchen. Chester die gaat zijn rechterbeen naar voren plaatsen. En zijn linkervoet plaatst hij eigenlijk in zijn knieholte. Waarbij hij vervolgens naar voren gaat leunen richting zijn been. Mocht je je enkel kunnen vastpakken, dan mag dat natuurlijk. De bedoeling is dat we hem rustig stretchen.
zet even de klok aan voor mijn eigen referentie. En die houden we ontspannen vast. Rustig ademhalen. Ongeveer een minuutje gaan we die vasthouden. Ik heb de klok iets later aangezet. Kijk, over 10 seconden gaan we rustig aan wisselen naar de andere kant. Yes, gaan we rustig wisselen naar de andere kant. Dus je linkerbeen strekken, rechtervoet richting je knie holt en je gaat weer naar je gestrekte been toe leunen. Mag je voelen in je hamstring en in je onderrug. We forceren het niet. En ook deze kant houden we ongeveer een minuutje vast. Nog 20 seconden. Oké, en 3, 2, 1, komen we.